Ja, dus welkom op de hypnotherapie regressieopleiding. Um, wat je vandaag gaat doen, is al starten met het twaalf-staps regressie raamwerk. Uh, maakt niet uit of je al jaren bezig bent met hypnose of start. We beginnen bij het begin van de meest geavanceerde regressievorm. Uh, de regressietechniek, een wereldberoemde hypnose techniek die je ook kent. Uh, van naam of ook mee geëxperimenteerd, heeft verschillende vormen. Er zijn verschillende regressietechnieken. Deze die jij gaat leren, is de beste, meest effectieve. Um, omdat je daar licht therapeutisch werk mee kunt doen, maar ook diep therapeutisch werk. En ik wil je zo nog wat andere dingen laten zien, wat je met de twaalfstaps regressieraamwerk kunt doen. Naast licht en diep therapeutisch werk. Dus het bestaat uit twaalf stappen, daar gaan we zo direct al mee starten. Uh, met de inductie. Ik ga je twee inducties leren vandaag. De LIBO-inductie. Dat is een Fransman uit 1788, ergens. Die een inductie ontwikkelde. Met de oogballen omhoog in de wenkbrauwen. En daarna verdiepingstechnieken. Basic stuff. Daar gaan we super veel plezier mee hebben. Ontspan jezelf. Het is allemaal oké. Okay. Uh, de vraag is niet of je wel en niet in hypnose kan, maar de vraag is hoeveel je ervan kan gaan genieten. Alright? Wie kan er in slaap vallen? Oké, okay, dus dat betekent dat je ook in hypnose kan. Hypnose ligt tussen het slapen zijn en het wakker in. Net voordat je gaat slapen ligt, is een doezelige, dromerige toestand die we hypnose noemen. En jij kan met jouw stem en allerlei andere technieken jouw cliënt stap voor stap in die staat begeleiden, et cetera. Om terug te gaan in de tijd en de technieken toe te passen. Dus daar ben ik super opgetogen over uh, om die inductie te gaan doen. Tweede inductie is de oogfixatietechniek. Je gaat de oogfixatietechniek leren. Dus dan heb je in ieder geval twee inducties die je ook bij verschillende mensen kan toepassen. Uh, misschien dat er één beter reageert op de libo en de ander op de oogfixatie. En intuïtief kun je ook inschatten, oké, okay, ik ga nu de oogfixatie doen of de libo-inductie. En dan gaan we stap voor stap door die twaalf stappen heen. Um, we gaan daarnaast natuurlijk ook andere ervaringen uh, ga je hebben, zoals H+. Ik doe wel open, H+. Uh, zet hem even op pauze, de film. Hi. Hi. Dus uh, H+ ga je ook doen. We hebben hier Nico. Welkom. Uh, dan is onze groep compleet. Dus uh, vandaag zet ik je dan niet in de hoek. Maar als je vanaf morgen te laat komt, wie dan ook, dan ga je in de hoek. En dan, ja, wat er wat er rest gebeurt, daar kan ik niet uh, niet uh, nog niks over zeggen. Oké. Okay, dus wat is H+? Vraag je je misschien af. Stel je voor dat je een cliënt voor je, voor je hebt zitten. Dat je in een, in een goede stemming bent. Dat je het liefst in een theta-staat bent. In theta ben je op je meest krachtig. Het meest gefocust, het meeste intensiteit heb je dan in je energie. Waardoor je het meeste impact hebt op andere mensen. En jij als hypnotherapeut zal meer en meer leren je, het, je eigen gedachten in controle te krijgen. Wat eigenlijk betekent dat je met je gedachten je eigen energie gaat bemeesteren. Wie wil zijn eigen energie bemeesteren? Right? Je eigen energie, je levensenergie die door je heen stroomt, kun jij. Daar moet, daar moet je controle over nemen. Onder andere door de beelden te kiezen in je gedachten die je hebt. Uh, dus daar gaan we ook wat uh, plezierige fun-technieken omheen doen, zodat je je goed voelt altijd. We gaan heel veel plezier maken en fun hebben. Is dat oké okay om plezier te maken en ook fun te hebben? Ja, mag ik je hand zien als je dat wilt? Anders heb ik het idee dat je ja, dat niet zou willen. Ik wil graag uh, helemaal op de hoogte blijven van, van jou. Dus. Um, ik heb al een beetje met jullie gesproken over wat je ervaring is. Wat je met hypnotherapie wilt doen. Dus laten we eens kijken. Um, jij wordt IAPCH-hypnotherapeut. Op het einde van deze opleiding. Um, dus dat is. Zoals je weet hebben we vijf dagen en drie dagen hebben we in september 2021-22 september uh, zijn nog drie dagen online waar je helemaal compleet gecertificeerd zal worden vanuit de IAPCH en dan ben je IAPCH hypnotherapeut. Je mag je dan registreren op die IAPCH.org website. Uh, die is van de Hypnosis Training Academy. Dus neem eens een kijkje op. De Hypnosis Training Academy, wat een van de allergrootste hypnotherapie scholen van de wereld is. Helemaal voor als je dit meer je vak van wil maken, je beroep van wil maken. en professioneel mee aan de slag wil gaan. is het goed om een beeld te krijgen van de Hypnosis Training Academy. Uh, die al duizenden mensen hebben geregistreerd over de hele wereld. Uh, dat zeg ik niet om te imponeren, maar bij welke groep je dan hoort. En dat geeft een goed gevoel. Het is belangrijk om ook. Bij groepen uh, in hun mastermind te zitten. Dus er is een hele grote movement over de planeet aan het gaan. van mensen die door de IAPCH gecertificeerd zijn. De iAPCH.org website dat is een hele saaie, haast juridische website. Uh, waar veel mensen wel eens op kijken. Maar je moet even kijken op de Hypnosis Training Academy. Uh, die is van Igor Ledogowski. Misschien kent iemand die wel of niet. Goeie vriend van mij, mentor. Ik train ook voor hun Hypnosis Training Academy sinds 2015 in Singapore, Sydney, vlakbij Indonesië, Artini. Hint Hint. En um, ja, dus vanuit daar word je gecertificeerd en dan krijg jij jouw naam daarop te staan eind september. Dus dat is super om te weten, want daarmee kun jij conversationele hypnose toepassen. En verschillende technieken ga je leren van conversationele hypnose. En die kun je online toepassen, die kun je face-to-face -to -face toepassen, die kun je in je relaties toepassen, in conversaties waar mensen niet het idee hebben dat je iets met hypnose doet ook. En natuurlijk ja, puur professionele context van jij als hypnotherapeut of professioneel coach. Uh, of als je met groepen werkt, uh, kun je die conversationele hypnose technieken toepassen. Dus is echt super fun om te doen. Uh, makkelijk om te leren en heel effectief. Zelfs ook regressietechnieken zul jij leren doen in een conversatie. Dat mensen het idee hebben en nou, wow, dat was zo'n goed gesprek wat ik met jou heb gehad. En ik heb echt het gevoel dat er iets gebeurd is in dit gesprek. En dan heb je niet gevraagd over: sluit je ogen. Je hebt niet het woord hypnose gebruikt. Echter kun je met conversationele hypnose, wat je allemaal stap voor stap gaat leren, dit effect creëren. Hè? Wie zou dat willen? Dat je in een conversatie. Gewoon een cliënt of wie dan ook in je omgeving ja, transformeert. Dat is toch fantastisch dat je die vaardigheden in de vingers gaat krijgen. En gecertificeerd wordt. Uh, daarnaast in deze opleiding hebben we focus liggen op het regressiewerk. Het twaalfstaps regressieraamwerk. Right? Dus uh, in september hebben we conversationele hypnose. Deze vijf dagen, zoals je weet, gaan we ons met name richten op van het begin... Het simpelste begin, helemaal door de twaalf stappen heen, zodat jij dat twaalfstapsraamwerk leert. Met name is dat gebaseerd op transformationele therapie, wat een term is van Jill Boyne. Jill Boyne was een hypnotherapeut die gezinstherapie en systemisch denken integreerde met hypnose. En een eigen model heeft gemaakt dat transformationele therapie. Heet, of Transforming Therapy. Wie heeft er wel eens van gehoord? Transforming Therapy. Oké, okay. dus als je daar wat over wil lezen van Jill Boyne, het boek heet Transforming Therapy. Ik heb het ook daar liggen, dus als je zegt, Martijn, over welk boek had je het en je wilt er even doorheen bladeren, kun je dat doen om te, om te beslissen of je dat wil aanschaffen of niet. Transforming Therapy, daar staan dus allemaal sessies in die Joe Boyne zelf deed op YouTube kun je ook Joe Boyne vinden waarin hij uh, hypnose doet. Dus het staps regressie raamwerk. Ja, dus een hoop hè wat je allemaal gaat leren en allemaal gaat doen. Ik heb er super veel zin in. Ik ben blij dat jullie er zijn. En uh, ja, we gaan zo direct gaan we starten. Dit is nog het bewuste gedeelte. Uh, ja, waar we eigenlijk alles goed klaarzetten. Uh, de tafel aan het dekken zijn. En uh, door de keuken aan het lopen zijn. Om alles te organiseren voordat we gaan eten. Uh, alhoewel, het, ja, in mind is, is de tafel al gedekt. Zijn we al aan het eten en aan het smullen. Um, en de, ja, er zijn verschillende gangen uh, bij het eten die we gaan doen. Dus stel je voor dat jij een cliënt hebt. Die jou e-mailt of die jou in een gesprek vragen stelt over wat kun je voor me doen? Wat kun je voor me betekenen? Stel je voor dat je een cliënt hebt. Of dat jij na de opleiding denkt: ja, wat, waar wil ik me op gaan richten? Wat wil ik er eigenlijk mee gaan doen? Wat, wat wil ik met dat geleerde gaan doen? Daar heb je al ideeën bij, maar ik wil je wat ideeën toevoegen. Toe, aan toevoegen. Dus het grote voordeel voor jou van het 12-staps raamwerk is dat je alle mensen. En we gaan ons meer richten op cliënten en dat woord ook gebruiken. Kan helpen met resources. Wat zijn resources? Wie heeft er wel eens gehoord van resources? Uh, resources is letterlijk vertaald hulpbronnen. Hulpbronnen, schrijf maar op: hulpbronnen. Een hulpbron is, is alles wat jouw cliënt. Uh, ik heb wel een pen. Misschien heeft iemand een papiertje voor je. Engel Gabriel, misschien. Je, je guided. Dus hulpbronnen. Hulpbronnen. Wat is een hulpbron? Alles wat jou helpt. En laten we eerst jou als voorbeeld nemen. Alles wat jou helpt om een doel te bereiken. Zoals zelfvertrouwen, motivatie, rust, noemen we een hulpbron. Denk maar aan een, aan een doel dat je wil bereiken. Misschien wil je meer innerlijke rust. Misschien wil je echt aan de slag gaan en heb je zelfvertrouwen nodig, zelfgeloof, lef, moed. Zie je, die staten, die emoties, die emotionele staten, noemen we hulpbronnen. En die zitten allemaal al in je. Alleen wil je die sneller, makkelijker toegankelijk maken. Hoe kom jij bij jouw zelfvertrouwen op commando nu? Hoe kom jij bij je zelfverzekerdheid op commando? Hoe kom je bij je rust, innerlijke rust op commando? Dat zijn hulpbronnen. We hebben ook externe hulpbronnen. En dat is bijvoorbeeld tijd. Ik heb meer tijd nodig, meer geld nodig, meer informatie nodig, boeken nodig. Dus het concept hulpbronnen is heel abstract. Dus waar hebben we het over? Nou, met jouw hypnotherapie technieken kun jij jouw cliënten in elke stemming krijgen, in elke hulpbron krijgen en jezelf. Dus met de technieken kun je mensen motiveren, mensen zelfvertrouwen activeren, je kan mensen inspireren, je kan cliënten in diepe staten van rust brengen, je kan ze laten dromen. Je kan ze laten vliegen en zweven door de tijd, terugbrengen in de tijd. Zie je, zodra jij gemakkelijk je cliënt ontvankelijk maakt, zie je dat je sturing kan uitoefenen. Hulpbronnen. Dus daar valt het werk onder: iemand met examenvrees helpen, eh, die bijvoorbeeld zegt ja, ik zit niet lekker, of iemand die niet lekker in zijn vel zit, die heeft een hulpbron nodig, een pep talk. Resources kun je ook zien als: jij ja, kan iemand een oppepper geven. In een paar minuten of een langere sessie. Ah, ik zit niet lekker in mijn vel. Prima, ga zitten, sluit je ogen of je doet het conversationeel. Boom, en iemand voelt zich helemaal super zelfverzekerd na jouw sessie. Dat is een van de voordelen onder andere. Uh, daarnaast natuurlijk iemand die zegt: ja, weet je, ik moet een presentatie geven. Ga gaat me wel lukken, maar ik ben niet helemaal. Ja, ik ben een licht twijfelachtig, kun je me helpen? En jij kan jouw cliënt die dat zegt helpen om iemand te empoweren, zie dat? Dus wat zijn nog meer voorbeelden daarvan? Iemand die niet lekker is. Het is zeg maar het lichte werk. Er is geen sprake van een trauma op de achtergrond. En dat is de eerste, dus resources. Wat zijn nog meer voorbeelden van cliënten die hulpbronnen goed kunnen gebruiken, denk je? Of jij zelf in een situatie? Onzekerheid over een gesprek, precies. Ja, dan kun je, dat is een goed voorbeeld ook van. Ja, wat heb je nodig in dat gesprek? Wat zou je willen voelen? Meer zelfvertrouwen, zelfzekerheid. Ambre, wat is nog meer een voorbeeld? Denk je? Solliciteren. Solliciteren, ja. Even goed uh, pep talk hebben. In plaats van een lijn speed. <laughs> wat ook vermogend maakt, alleen ja, dan duurt het weer iets van drie, vier dagen lang. Right? Dus dat is weer het nadeel. Het voordeel van hypnose is dat je geen kater krijgt. En ik raad twee eetlepels per dag aan van hypnose. Wat is nog meer een, voor, een, 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 um, een, een voorbeeld, denk je van. Um. Kijk eens naar je, naar je vader, je moeder, je zussen, je broers. Jijzelf in het functioneren, waar zou je sterker willen zijn? Waar zou je meer in je kracht willen staan, of zij? Als je daar even naar kijkt, dan, dan zie je iets van 22 sessies al. ontstaan. <laughs> ja. Maar ik, ik was 15 jaar bezig met mijn familie tot een doelgroep te bekeren, is me nooit gelukt. Dus ik raad je aan om niet je familie als je doelgroep te zien. En ook niet je vrienden en vriendinnen. Uh, alhoewel je, als je hypnotherapie wil toepassen, wat veel mensen willen, bij familie en bekenden lichtwerk te doen, zoals hulpbronnen. De vraag die je kunt stellen is: wat is een gevoel dat je mee wil beleven? Wat is een gevoel dat je meer wil beleven? En dat is voor iedereen super fascinerend om te doen om met jou samen te gaan zitten en een sessie te doen. Je geeft ze echt een, een cadeau. Wat is een gevoel dat je mee wil beleven? Ja, ja, weet ik niet. Dat ja, is een goede vraag, hè? Ja. Zou je meer rust willen hebben? En dan. Geef je een soort menu, schotel je voor? Of zou je gemotiveerder willen zijn? Als je zou kunnen kiezen uit alle gevoelens, het is happy hour. Wat zou je dan willen voelen nu? Wat zou je meer van willen? Hè? Maak je geen zorgen hè? als je denkt: Oh, moet ik dat nu allemaal weten? Ik, geef je, ja, ik laat je iets voorproeven uh, bij deze. Moet dat altijd positief zijn? Als je met familie en vrienden werkt, wel. Dat is, dat is wat ik je persoonlijk aanraad. Oké, okay. ik bedoel meer van omdat er ook veel mensen zijn die bijvoorbeeld geen boosheid kunnen voelen. Ze dan... Ja, dan komen, dan komen we bij meer wat dieper therapeutisch werk. Waar, daar gaan we nu naartoe. Dus dit is eigenlijk de, de meer het gebrek aan beter worden, de oppervlakkigere laag. Het licht therapie. Het is eigenlijk geen therapie als je zegt, wat zijn gevoel dat je mee wil beleven. Het is meer coaching. Het is meer empowering. Het is het versterken van goede kanten. Het is het ontdekken van talenten. Het is, het is allemaal lichtwerk in plaats van schaduwwerk. En sommige hypnotherapeuten of coaches, ja, dat is hun specialisatie. Denk aan audities. Mensen helpen met audities: performances, optredens, sport, performances. Waar je niet tegen uh, iemand die net voor de baan op Roland Koros in die finale gaat, dat je aan de finalist vraagt: Wa waar was jouw ergste trauma? <laughs> nee, nee, nee. <laughs> je moet me even in een goede stemming brengen. Ik heb nu even een, een andere vraag nodig. Uh, even een andere suggestie. Je gaat winnen. Je bent een goed persoon. Je bent een waardig persoon. En je, je zal alle obstakels overwinnen. Dat is een veel betere pep-talk. Zijn er vragen over resources-hulpbronnen? Want dat kun jij dus onder andere dat hele gebied doen. Dat hele gebied gaan we bedekken. Behandelen. Voor jezelf ook. Dus dat is ook top. Dat je, dat je door jezelf kan doen. Oké, okay, het volgende wat je ermee kan doen, het andere grote voordeel, is natuurlijk dat je met regressie therapeutisch werk kan doen. Hypnotherapeutisch werk. Door middel van hypnose leren je therapeutisch werk te doen. Nou, licht therapeutisch werk uh, en diep therapeutisch werk, ja, dat overlapt elkaar soms. Hè? Het geeft een beetje een idee. Waar, waarom ik licht en diep noem is om jou een beeld te geven dat het maakt niet uit hoe complex of hoe gecompliceerd. Je, hiermee los je het op. Misschien heb je meerdere sessies nodig. Maar met de techniek in deze opleiding kun je elk... Het meest gecompliceerd probleem, het meest diepzittende trauma kun je oplossen. Maar ook ja, lichter therapeutisch werk, Als zijnde ja, ik twijfel soms een beetje aan mezelf. Prima, dan kunnen we dat oplossen. Nou, wat zijn voorbeelden van diep therapeutisch werk? People pleasing. Uh, wederzijdse afhankelijkheid in relaties. Op enerzijdse afhankelijkheid kunnen we ook zeggen. Het, het idee van het afhankelijke gevoel: wederzijds of van één persoon. Tussen haakjes, relatieverslavingen. Kunnen we gelijk zeggen alle verslavingen? Ja, dat klopt. Kunnen we met de twaalf, kan jij met de twaalfstaps regressie raamwerk ombuigen, omtoveren, oplossen, fixen? Verslavingen. Kun je oplossen? Alleen als iemand helemaal echt een crack addict is. Iemand is echt, die, die heeft eerst rehab nodig. Snap je een heroïneverslaafde of een hele heftige alcoholverslaafde, zou je beter kunnen samenwerken in sommige gevallen. Met eerst, iemand, eerst een ander soort behandeling. Dus het vereiste voor hypnotherapie is dat iemand zich voldoende kan concentreren. En wilt concentreren. Dus dronken, stoonde, uit hun bol zijnde mensen is moeilijk te hypnotiseren. Met name door de gebrek aan concentratie en focus. Dat komt van de wil. Het focussen van aandacht ja, is gewoon het makkelijkst. Dus als jij een, een, een heroïneverslaafde hebt... Ja, die heeft dat niet. Dus dan is het veel makkelijker om, ja, die moet eerst door een bepaalde, er moet eerst iets anders gebeuren. Of iemand die echt helemaal in de goot ligt, die kun je natuurlijk helpen. Helemaal als dat je passie is. Maar ideaal gezien, ja, moet er soms eerst wat anders gebeuren, ja? Zeker, ja, zeg dat zo alweer, wie doet slagen zo? Ja, ja. Uh, als ik denk aan mensen met een zware depressie en dergelijke, is eigenlijk ook verslaving. Een verslaving dat ook leven kan, ja. Ja, de... mm -hmm, ja. in die zin. Ja. 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 Of, ja kan je, kan je niet... Dat is makkelijker om te helpen. Ja. Dat eigenlijk ook niet te concentreren. Ja, dat, over het algemeen wel. Dus depressies wilde ik ook naartoe gaan. Dat bedoel ik qua woord om op te schrijven. Een heel belangrijk nuanceverschil. Het onbewuste luistert steeds mee natuurlijk. Right? Stay happy now, double that good feeling. Depressies is in, in relatie tot een, een crack edit veel makkelijker. Het is niet gemakkelijk per se, maar zie je het verschil? Kijk, wat je bedoelt met verslaving is dat een, een, een depressief iemand heeft... de neurologische gewoonte ontwikkeld... Wat, waar je dan indirect verslaafd in aangeraakt, van een bepaalde manier van denken. Maar dat is inherent aan het brein. Dat geldt voor ons, dat geldt voor elk mens, dat we in die zin, als we dat een verslaving noemen, zijn al onze gewoonten in die zin, gek scherend gezegd, verslavingen. Maar ja, we hebben toch twee termen ervoor om, om het, om het, om het uh, te onderscheiden. Dus depressies is veel makkelijker. We hebben natuurlijk licht, zwaar uh, depressies, maar allebei zijn makkelijk aan te pakken. Nico? Burnout of Burnout, ja. Nou, ja, dat zou kunnen. Een burn-out-iemand kan ook depressief zijn. Ja, dat maakt niet uit. Je kan het met twaalf-stapse regressie-raamwerk aanpakken. Nu is bij burn-out en een beetje bij verslavingen het geval van hoe burn-out iemand Als iemand helemaal overspannen is en alleen maar plat kan liggen op bed. Alsof hij echt een feest heeft gehad van drie dagen lang, wat, waar hij te veel gedronken heeft en, en niet, niet meer kan functioneren, maar echt overspannen is, volg je me. Dan wil je alleen maar met de regressie ontspanning doen, hypnose-inductie, en naar een moment te gaan van rust en ontspanning voor de lichamelijke genezing en herstel. Met andere woorden, iemand die zwaar overspannen is of een burn-out heeft, is therapeutisch werk... te zwaar soms. Of kan hij of zij niet handelen... omdat... mijn state of mind... ik ben niet... snap je? Iemand moet eerst... versterken. En dat kan door middel van hypnose... natuurlijk ook... zoals... wat ik net schets. Puur ontspannen. Want endorfine... worden getriggerd bij je. En dopamine worden getriggerd bij je. Alle spullen... van de hormonen die goed voelen... worden bij je getriggerd. Ehm... Um, Wanneer je mensen ontspant. En net ook als we in slaap vallen, zie je dat het lijf ontspant. en daarmee allemaal positieve stoffen loskomen. Wat genezend werkt, herstellend werkt, revitaliserend werkt. dat veroorzaak jij ook bij iemand die zwaar overspannen is. als je het zware therapeutische werk wat vermijdt. en je focust in die zin dan op een hulpbronnen, dan wordt het meer lichtwerk. Dan ja, wat heeft iemand nodig die zwaar overspannen is? Ja, rust in mijn hoofd of veiligheid. Is dus te controleren. Voel dat, dat het oké okay is, dat ik iets achter de rug heb. dan kun je inchecken met je cliënt door een intake te doen van ja, wat is je situatie, waar wil je naartoe, wat heb je nodig om je sessies af te stemmen? Dus maar een lichte burn-out of iemand die naar burn-out toe aan het gaan is, kun je, kun je goed eh, koers corrigeren en helpen. Nou, we hebben natuurlijk ook de fobieën. Vliegangst, tandartsangst, sprekersangst, insectenfobieën, tarantula's, slangen. Mensen kunnen een fobie ontwikkelen of het brein kan een fobie ontwikkelen voor wat dan ook. Daar is de fast cure ook ideaal voor. De NLP techniek, echter met regressie en techniek in deze opleiding kom je een heel eind. En um, grote kans dat ik hem ook geeft cure. Fobieën, angsten, ja, groot parapluwoord natuurlijk. En je kan zeggen ik ben bang voor, ja, jeetje Mina zeg. Dat is een lange lijst. Van angsten die bestaan op de wereld, bedoel ik. Ben je bang voor afwijzing? Dat is een, dat is een wat diep therapeutischer werk. Ben je bang om, dat, om verlaten te worden? Dat is ook diep therapeutischer werk. Speelt vaak weer met wederzijdse afhankelijkheid een rol. Vergeleken met, ja, ben je bang voor een open ruimte? Is het door één herinnering ontstaan was je in het vliegtuig en. Je had een paniekaanval in het vliegtuig, en sindsdien ben je bang om te vliegen. Of heeft iemand met vliegangst die angst ook op hele andere plekken?